Het advies om het drinkwater in Vlaardingen 3 minuten te koken blijft van kracht. Uit testen die Evides dit weekend heeft genomen, blijkt nog niet dat de E. coli-bacterie verdwenen is. Ja, we hebben tientallen testen gedaan. We hebben ze met 2 verschillende methoden geanalyseerd. En de eerste methode, die uitslagen, hebben we vanavond gekregen. En die waren niet eenduidig. Dus daarom wachten we toch nog een andere methode af. Het is een langzamere methode, waarbij het op kweek staat. En die verwachten we morgenmiddag. En tot die tijd geldt gewoon water koken voor je het gaat gebruiken voor eten en drinken? Ja, tot die tijd geldt kook het kraanwater in Vlaardingen totdat wij een ander seintje geven. En stel, er komt morgen uit dat die bacterie niet helemaal weg is. Gaat er dan opnieuw chloor bij komen? We gaan dan echt kijken, dan gaan we proberen het gebied ook kleiner te maken. Om te kijken, van kunnen we gebieden vrijgeven? Van we zeggen, daar zit het zeker te weten niet. Want op zo'n moment kunnen we dus een kleiner gebied gaan isoleren. Nu is heel Vlaardingen geïsoleerd. En dan kunnen we ook echt specifiek naar dat gebied gaan kijken welke acties nog nodig zijn. Dat is wel een tegenvaller voor veel mensen die in Vlaardingen afhankelijk zijn van het water. Ja, absoluut. We vinden het echt heel erg vervelend. En we hadden dit heel graag al vandaag opgelost willen hebben, maar dat is niet gelukt. Dus we vragen hier ook begrip van de inwoners en we werken er hard aan.